48 gezinnen hebben gistermiddag de sleutel van hun huurappartement Hanna's Lust in ontvangst genomen. Dit vond plaats in het bijzijn van First Lady Ingrid Boutersen-Waldering, DNA-voorzitter Jenny Simons en andere hoogwaardigheidsbekleders. De appartementen staan op het Hanna's Lust project in het district Wanica. Deze woningen zijn de eerste groep van huurappartementen die de regering heeft laten bouwen. Volgens minister Christine Polak van Sociale Zaken wordt op deze manier de woningnood efficiënter aangepakt. Bij de overhandiging van de sleutels konden enkele mensen hun tranen niet bedwingen. Minister Polak drukte de bewoners op het hart verantwoord om te gaan met de woningen. Wie zal anti osso, pai you osso yoyo op tijd? Hoor je naar de regels, zal volkshuisvesting Gio voor lief in osso. If you hoor you naar de regels, dat je een gilantie aan occasie voor ook te jeppie tassen aan man. De regering gaat voort op de ingeslagen weg van het bouwen van zowel koopwoningen en huurwoningen. En er zullen in de toekomst meer van dit soort appartementen die een grotere groep van mensen helpt aan een dak boven hun hoofd neergezet worden. Het ministerie van Sociale Zaken en volkshuisvesting heeft in haar beleid om de woningbehoefte aan te pakken op alle niveaus, namelijk jongeren, senioren en mensen met een beperking. De bewindsvrouw liet verder weten dat dit project nog in een proeffase is. In de komende periode zal de regering nagaan waar er aanpassingen gepleegd moeten worden. Polak geeft meer uitleg over de huurcontracten. In principe zijn de huurcontracten op dit moment voor 6 maanden. Dat heeft te maken met het feit de huur is voor een grote groep. De 150 SRD. Een aantal anderen die wat meer verdienen, die gaan iets meer betalen. Ik moet trouwens zeggen, het is de 150 SRD huur plus 50 SRD brandverzekering en rukwindenverzekering. Omdat kijk, als iemand een x-bedrag verdient, maar die heeft een heleboel schulden bij de bank, maar bijvoorbeeld over 8 maanden zijn die schulden afgelost. Dan kan je over 8 maanden weer gaan kijken van luister, je betaalde de 150, nu ben je schuldvrij, dus je zou een wat hoger bedrag kunnen betalen, waardoor je mensen die het moeilijker hebben, die ook hier wonen, dat elkaar gaat uitbalanceren. Aldus minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting over de huurcontracten van de appartementen op het Hanna's Lust project. Met de bouw van deze woningen wil de regering de woningnood efficiënter aanpakken. De eerste 48 sleutels zijn gistermiddag overhandigd aan de eigenaren.